Xavier, is de Formule 1 weer spannend aan de kop? Ja, het lijkt er althans wel op. Met een overwinning voor Norris en Verstappen had het heel moeilijk in Imola. Dus de spanning is weer terug. We hebben een tweestrijd, zowaar ook dit weekend in Monaco. We blikken vooruit. Welkom bij Pitlane. De heren Verstappen en Norris zijn op dit moment wel de kroonjuwelen in de Formule 1. En dat voor een weekend dat toch al bol staat van de glitter en de glamour in Monaco. De Grand Prix waar iedereen toch altijd wel naar uitkijkt. Dat geldt zeker ook, neem ik aan, voor Xavier Maassen. Helemaal als McLaren in zo'n bolide verschijnt als dit weekend, toch? Ja, ja, het is altijd. Monaco geeft altijd iets speciaals. En McLaren heeft ook weer iets unieks weer meegebracht. De Senna-versie van de McLaren van dit jaar. Mooie kleuren in de helm van Senna. Natuurlijk ook na zijn overlijden in Imola, waar we ook al een eerbetoon zagen. Dus ja, prachtig. En McLaren is zijn team net een beetje als Red Bull, die af en toe wat van die speciale dingen doen. En alle aandacht gaat, gaat toch weer uit naar die auto dit weekend. Ja, vaak zijn het wel commerciële dingen dan waarom ze doen. Maar deze ode aan Senna, dat past ook gewoon, toch? Nou ja, je ziet al hoe vaak zo'n auto dan extra in beeld komt. Waardoor het voor het team en al zijn sponsoren ook extra interessant is om zo'n tribute te doen. Omdat er komt weer merchandise bij. Nou, de hele winkel draait weer rond. Ja, helemaal als zo'n auto aan de voorkant van het veld rijdt. Dat doet de McLaren de laatste weken, maanden misschien wel. Vooral Lando Norris, je zei het al, Verstappen won maar net voor hem in Imola. Hoe vond je het optreden van Norris in Italië? Ja, sterk. Vooral op die harde band. Inderdaad, in het tweede deel van de wedstrijd. Hij kwam echt sterk terug. Niemand had het, denk ik, verwacht. Verstappen leek weer aan de noorderzon verdwenen. En de dominantie leek weer terug te zijn na een one-off in Miami. Maar het bleek echt een spannende wedstrijd. En de vraag is inderdaad, is die dominantie nu echt voorbij? En zitten McLaren, maar ook zeker Ferrari, echt op het vinkentouw? En zijn er gewoon drie teams die gaan strijden voor de overwinningen? Ja, Norris won één van de laatste drie, werd twee keer tweede. Die banden die ik zoveel aanhaal, dat is wel een puntje. Vindt ook onze analist en coureur Milo Metz. Red Bull heeft eigenlijk aangegeven dat ze vooral moeite hebben met de banden. Dat zagen we natuurlijk eigenlijk wel al in Miami. Sprintformat, waardoor er weinig tijd was om die harde compound te testen. Ja, vervolgens zagen ze toch dat het in de laatste stint heel veel tijd kostte op die harde band. Waardoor uiteindelijk Norris er vandoor ging met de zegen. En ja, dat zagen we op Imola ook weer. Hè. Hij gaf het ook aan. Die laatste stint op die harde band, hij noemde het ellendig. Dus ik denk dat ze daar vooral in moeten gaan zoeken. Ja, dan hebben we het over Red Bull. Perez heeft natuurlijk ook niet al te goed gedaan. Die reed eraf in de laatste vrije training. Vervolgens haalt hij Q2 niet eens en wordt hij achtste in de race. Ja, dan laat Red Bull het wel liggen met op dit moment nog maar 56 punten voorsprong in het constructeurskampioenschap. Ja, die marge is dus nog wel riant. Tegelijkertijd in de laatste races zie je dus dat Norris en McLaren echt Verstappen onder druk kunnen zetten. Hoe gaat Verstappen met die druk om, vind je? Nou ja, goed. In Miami zei hij ook, nou ja, als ik een slechte dag tweede word, dan neem ik hem. Hij wist in Imola nog altijd te winnen. Maar ja, de druk ligt er wel op. En ik denk dat Verstappen ergens misschien wel blij is. Want zo alleen op een eilandje vooraan rijden is ook niet altijd leuk. Hij houdt van de competitie. Anderzijds wil hij wel gewoon al die wedstrijden blijven winnen. Dus ze zullen bij Red Bull echt een tandje bij moeten zetten. En we hebben het vorig jaar gezien dat McLaren eigenlijk heel goed was in de ontwikkeling van de auto. Begonnen toen met een dramatische auto. Ja. Maar waren toch vrij snel halverwege het jaar bij de subtop. En nu hadden ze al een goede auto van de start. En je ziet in de ontwikkeling dat Red Bull een beetje achterblijft en McLaren echt stappen is aan het maken. Maar ook Ferrari is stappen aan het maken. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat we misschien eindelijk een keer Charles Leclerc aan kop gaan zien. Ja, ja, verwacht je dat? Dat die Ferrari's ook een stap nog kunnen gaan zetten? Ja, ik zou het zelf wel misschien wel mooi vinden voor Charles Leclerc om een keer eindelijk dat nuk van, hij is de enige echte monegask. Verstappen woont er natuurlijk ook, maar hij is een echte monegask. Als je zijn staartje ziet van wedstrijden, hij heeft vaker de finish niet gehaald, terwijl hij wel de kansen heeft gehad. Ik zou het wel mooi vinden voor hem om een keer echt zijn thuis Grand Prix te kunnen winnen. En het zou zomaar kunnen. De Ferrari is ook goed in kwalificatie. En dat is eigenlijk alles bepalend voor deze wedstrijd. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Hè? Over die kwalificatie, zeker ook die je zegt. Ik wil eerst even naar de Triple Crown. Want er is iets in de autosport die zegt, je moet drie wedstrijden. Als je een echte topper bent, moet je er drie gewonnen hebben. Namelijk de Indy 500,
de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco. Nu is het dit weekend zover, terwijl we hier de enige man zien die dat ooit lukte, namelijk Graham Hill. Heel lang geleden, de enige die dat kan zeggen. Maar dit weekend en Monaco en die Indy 500 in de Verenigde Staten. Ja. Zit je nou een heel weekend voor de tv? Ik stel me zo voor van wel. Nee, ik volg de Indy 500 wel, de zijdelings een beetje. En zeker met Rinus VK, onze Nederlandse trots in Amerika, die er goed voor staat. De wedstrijd zelf weet ik niet of ik hem helemaal ga kijken. Maar het is ook echt inderdaad een absolute topper op wereldniveau. De enige die nog heel dicht in de buurt is gekomen is een aantal jaar geleden Fernando Alonso. Ja. Die natuurlijk na zijn uitstap in de Formule 1 Le Mans wist te winnen met Toyota. Uiteindelijk ook aan de start stond in de Indy 500. Aan de leiding lag. En toen begaf zijn Honda-motor, hoe toevallig ook het. Dat was wel niet de eerste keer, niet de laatste keer geweest. Het was bijzonder zuur, maar hij was wel heel dichtbij. Hij had wel een gepast persoon geweest om ook die Triple Crown een keer te pakken. Ja, is het iets voor Verstappen om daar een keer voor te gaan, voor die Triple Crown? Ik denk voor Le Mans wel. Daar heeft hij zijn zin op wel gezet. Uiteindelijk. Je ziet hem ook veel in de sim endurance wedstrijden rijden. Ik weet niet of Verstappen een type is voor ovals. En of die Indy 500 ooit zou doen. Maar Le Mans, denk in de toekomst dat zeker op zijn programma gaat staan. Ja, het zijn races met een heel eigen karakter. Hè? Die je zegt. Le Mans, de Indy. Maar Monaco zeker ook. Los van het circuit. Wat maakt Monaco nou anders in de Formule 1 dit weekend dan de andere weekenden? Nou ja, de hele atmosfeer. Die haven. Met al die boten, de feesten, de glitter en de glamour. Al de rich en de famous die naar El de Monaco zitten. Maar er ook allemaal dit weekend natuurlijk zijn. Het is gewoon een spektakel, een absoluut hoogtepunt. Eigenlijk geen circuit om op te rijden. Ik bedoel, na de kwalificatie is het gewoon gedaan. Dus het circuit is helemaal niet spectaculair in die zin. Het is gewoon een heel smal straatcircuit, maar het is iconisch. Het bestaat ook al zo lang. Het is een van de belangrijkste wedstrijden in de Formule 1. En voor iedere coureur om er te rijden. En ook voor mij was het ook echt een bucketlist ding om er te mogen rijden een keer. Ja. Uniek was dat? Om door die straten van Monaco te rijden. Ja, de eerste keer dat je zo'n tunnel inrijdt en vol gas door die tunnel gaat. Ja, dat is gewoon een fenomenaal gevoel. En dan door die haven rijden, ja, het is wel uniek en een mooi vinkje op de to-do-list. Ja, want je zegt het is eigenlijk te krap, hè? Maar hoort u dan wel in de Formule 1 thuis nog? Omdat het Monaco is, hoort hij thuis. In principe, als je gaat kijken, ja, er zijn veel betere Grand Prix, veel mooiere circuits. Maar het is Monaco, dus ja, die mag absoluut eigenlijk nooit verdwijnen. Ja, hoe drastisch moeten nou eigenlijk de auto's worden aangepast voor dit weekend? Want we weten bijvoorbeeld die hairpin, hè, de leus, zoals die vroeger heette. Een stuuromslag die niet in de buurt komt van wat ze de rest van het jaar moeten doen. Nee, klopt. Of nog veel verder gaat. Ja. Vergt dat veel van de teams eigenlijk? Nou ja, ze hebben inderdaad, wat je zegt, voor die bocht speciaal een ander stuurhuis met inderdaad meer stuurhoek dat ze die hairpin gewoon letterlijk kunnen nemen. Plus je ziet inderdaad wel specifieke updates, echt voor Monaco. Ik las net nog dat Red Bull ook een speciale achtervleugel toch heeft meegebracht. Met die cost cap is het een afweging voor teams van, gaan ze specifiek voor Monaco toch iets maken? Want je hebt voor de rest niet nodig de rest van het jaar. Dus nee, niet dit niveau van downforce, want ja, je hebt toch nergens geen enkele topsnelheid. Dus je kunt echt alle downforce die erop kan zetten, die vleugels staan echt palrecht. Maar Red Bull heeft er toch voor gekozen. Misschien ook met de druk in de nek met McLaren en Ferrari die dichterbij zitten. Om toch te zorgen dat ze die voorsprong kunnen behouden. Ja, dat moeilijke inhalen maakt er ook vaak toch wel een strategische race van. In die straten van Monte Carlo. Een strategische race, dit vindt Milou daarvan. Ja, ik moet zeggen, strategische races, ik hou daar zelf niet zo van. Uit mijn segment van autosport ben ik natuurlijk gewend dat bij ons de snelle achterop starten en je dan zelf naar voren moet vechten zonder een strategie. Monaco kan strategisch worden, maar ik denk dat het weer ook wel heel veel gaat doen. Ik denk dat het vooral ook gaat bij deze race ook. Die zal spannend zijn tot de allerlaatste ronde, aangezien een ongeluk letterlijk en figuurlijk in een heel klein hoekje zal zitten. Nou, dan kom maar voor de draad. Wie is de eerste die hem in de muur plant ergens in het weekend? Ik denk dat Perez het wel weer heel moeilijk gaat krijgen. Of dat hij het expres doet of niet, dat laat ik even buiten beschouwing. Maar ik denk dat bij Perez ook wel een beetje in zijn hoofd is gaan zitten wat er natuurlijk afgelopen weekend is gebeurd. En ik hoop voor hem dat hij het los kan laten wanneer hij zijn voet zet op Franse grond. Maar dat weet ik zo nog niet zeker. Ja, het gaat over crashes. Toevallig of niet gebeurt het wel eens dat iemand die virtuele pole staat in de kwalificatie
geheel toevallig zijn auto in de vangrail pleurt ergens. Gele vlag, rode vlag, dan kun je je ronde niet afmaken in de slotfase. Dat is wel een ding geweest in vorige edities. Kun je daar iets tegen doen als Formule 1 zijnde om dat te ondervangen? Ja, er is wel al een aantal keren over gesproken dat als je je auto crasht of een gele of een rode vlag veroorzaakt, dat je gewoon je snelste tijd kwijt bent of dat je je positie niet meer kunt behouden. Dat is eigenlijk de enige manier om te zorgen dat je dit soort dingen kunt voorkomen. Ja, en hoe doen ze dat? Aan de hand van de telemetrie neem ik aan dan. Hè? Dus gaan kijken, ze kunnen naar de telemetrie kijken, maar je kunt ook simpelweg zeggen als je een gele of een rode vlag veroorzaakt, ben je je snelste tijd kwijt. Is het niet onrechtvaardig? Want ik bedoel, Verstappen rijdt weg en er is iets mis met een rem en hij mist een bocht. Ja, nou, dan heb je het probleem. Maar goed, er is eerder denk ik iets mis. Dat als je op pole staat, dat je hem dan vervolgens heel voorzichtig tegen een vangrail parkeert en zegt, oeps, sorry, het is misgegaan. Ja. Dat is misschien wel erger. Dus ze kunnen het ondervangen. Ik geloof niet dat ze uiteindelijk die stap hebben genomen. Dus we gaan zien wat dit weekend gebeurt. Ja, Midou verwacht Perez in de muur. Heb jij nog kandidaten waarvan je zegt, die gaan we sowieso ergens in een vangrail zien hangen dit weekend? Goh, niet direct iemand. Ik denk dat Perez, het is gek, hij is het juk misschien een beetje kwijt van de stratenkoning, maar hij is altijd goed op stratencircuits, dus misschien gaat Perez wel verrassen. Ik hoop eerlijk gezegd eerder dat een Charles Leclerc, die zou ik het mooi voor vinden. Maar ik hoop in ieder geval een mooie strijd vooraan in de kwalificatie en in die wedstrijd. Ja, dan is het nog een klein beetje strategie, kijken of je een andere kat kan maken met de pitstop of niet, of dat er een safety car komt. Maar verder is het voor de rest een optocht in Le Mans op zondag. Ja, in Monaco. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. En Le Mans misschien ook. Geen idee wat ze daar gaan doen dit weekend. Maar dat geldt terzijde. Het weer hoeven we in ieder geval niet op regen te rekenen, lijkt het. Hè. Er wordt nog wel eens gezegd van ja, dat kan ook een factor zijn. Maar zonnetje hebben we ook niet nodig, toch? Regen voor Leclerc. Nee, ik denk het niet. Nee, ja, het maakt soms de race. Het heeft ook wel zeer spectaculaire races gegeven. Dan is inhalen wel weer deels mogelijk in Monaco. Maar lekker het zonnetje schijnen. Laat die mensen op die boten maar lekker genieten van een mooie show. En dan komt het helemaal goed. Ja, of thuis op de bank voor de tv. Kan ook. Ja, zeker. Dankjewel, Chris V. alweer voor je komst aan de studio. Dit was de voorbeschouwing op de Grand Prix van Monaco. Dit weekend ook rechtstreeks te volgen via het liveblog op de web en app van L1 Nieuws. En wij zien u graag weer bij de volgende Pitlane. Tot dan!